Nou, goeiedag, ik ben Jan Valkenborg. En ik ben Jannie Buiks. En samen zijn we in de Raad van Bestuur van Daalzicht. We hebben een nieuwe strategische periode gaan we in. En die hebben wij genoemd van nu naar later en samen maken wij het verschil. En waarom van nu naar later? Wij kunnen in deze tijden waarin we geconfronteerd worden met grote onzekerheden en continue veranderingen niet zeggen dat we van hier naar daar gaan. En daarom gaan we van nu naar later. Wat we wel nodig hebben is in deze veranderende tijd een hele goede visie en een hele goede strategie. Nu hadden we al een strategie, samen maken we meer mogelijk. Maar omdat we een stip op de horizon geplaatst hebben, kunnen we ook heel goed zeggen van samen maken we weer mogelijk wordt, samen maken wij het verschil. En hoe wij dan het verschil gaan maken, dat is om onze organisatie zo flexibel te maken op alle fronten, dat we kunnen meebewegen met wat ook van ons verwacht wordt, of wat de wetgever ook bedenkt, of welke dingen er ook op ons pad komen. Flexibiliteit is cruciaal om te overleven als zorginstelling, maar vooral ook cruciaal om onze core business, zeg maar, van waartoe zijn wij op aarde, dat is voor die cliënt om die zorg te waarborgen. En als we dan kijken naar wat wordt er dan anders, dan hebben we tegen elkaar gezegd van wij gaan niet zozeer heel veel dingen anders doen. Nee, we waren al goed voorbereid op de veranderingen. We hadden al een goede strategie in 2010-2013. Dus volgens evolutie gaan we nu verder van 2013 naar 2017 en maken we samen meer mogelijk. Alleen we gaan nu veel meer samenwerken met externe partijen. We hebben geleerd de afgelopen 3 jaar om intern goed samen te werken. En we gaan nu vooral samenwerken met andere zorgaanbieders, met andere leveranciers, met netwerkorganisaties. Zodat we als het ware ook dat samen meer mogelijk kunnen verbreden naar een hele grote groep mensen die samen met Daalzicht deze strategie gaan realiseren. Ja, en in feite ontstaan er een aantal nieuwe markten voor ons als zorgaanbieder. Dat is de WMO-markt en de markt van de jeugdwet. En wij hebben besloten dat wij ons op al die nieuwe markten, ook als zorgaanbieder Daalzicht, dat we ons daarop gaan begeven. Wij gaan daar onze diensten ook aanbieden. En waarom? Omdat wij vinden dat we zoveel expertise hebben opgebouwd rondom die hulpvraag en ondersteuningsvragen van cliënten. Dat wij die expertise ook willen aanwenden, ook al is dat in een hele nieuwe werkelijkheid. In die samenwerking met anderen en die samenwerking intern hebben we de afgelopen periode bewezen dat we intern goed kunnen samenwerken. Dus daar waar het nu gaat om die samenwerking met anderen en zeker als het gaat om die cliënten, de zwaardere cliënten van Daalzicht, gaan we nu veel meer dan voorheen die netwerkorganiserende teams, regisseurs worden van nieuwe samenwerkingsverbanden met cliëntvertegenwoordigers, met familieleden, met vrijwilligers. Gaan we veel meer als het ware regisseur worden van dat netwerk dan dat we uitvoerders worden van die zorg. En dat is heel concreet de invulling zoals wij het zien van zorgen voor naar zorgen dat. En het in positie brengen van familieleden, mantelzorgers in dat zorgproces. Een ander punt wat ook heel belangrijk is naar de toekomst toe om gezond te blijven, om fit te blijven voor de toekomst, is ook kansen zien aan nieuwe initiatieven gaan ontplooien. En als voorbeeld daarvan kunnen we noemen de ontwikkeling van het belevenispark, een soort van pretpark straks voor mensen met een beperking. En nou, daar zijn we al in een heel vergevorderd stadium mee, maar dat blijven we dus, daar gaan we ook mee verder de komende strategische periode met die ontwikkeling. En een ander initiatief wat we rondom zeg maar heel die overheveling van zorg naar de gemeente toe, dat is een concept dat we noemen OZO, wat we in de markt hebben gezet. En eigenlijk wat Jan net zegt, wat we intern gaan doen, die netwerkorganiserende teams, is dat OZO-concept een netwerkorganisatie naar buiten toe, om naar buiten de verbindingen te leggen naar alle partijen, gemeenten, andere zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, maar ook verenigingen en clubs die iets kunnen betekenen in het leven van mensen met een hulpvraag. Als we kijken waar we nu staan, dan kan ik zeggen dat wij op dit moment vooral een opdracht hebben om collectief bekwamer te worden, om collectief te leren hoe gaan wij met deze verandering om. Daarvoor hebben we de voorbije jaren de Daalzicht Academie opgestart
En daarvoor maken we nu de omslag naar werkplek leren. Veel meer het leren met elkaar in het team op de werkplek, om samen bekwamer te worden, fitter te zijn voor de toekomst en flexibeler te zijn in die organisatie die vooral gericht is naar die netwerkorganisatie toe. Ja, en dan nog ten slotte, zeg maar, van iedereen in zijn leven, of dat nu zakelijk of privé is, die wordt geconfronteerd met tegenslagen en veranderingen. Die dingen komen op je pad, daar kun je niks aan doen, dat kun je niet beïnvloeden. Maar wat je wel kunt doen, is de manier waarop je met zo'n tegenslag of verandering omgaat. Daar heb je zelf de regie, dat kun je zelf beïnvloeden. En als je daar een positieve wending aan geeft, ook van elke tegenslag, dat je dat ook weer ziet als een nieuwe kans, een kans op vernieuwing, dan ontstaat daar een bepaalde positiviteit. En met dat positieve gevoel, daar kun je het verschil mee maken. Daar kunnen ook wij als organisatie het verschil maken naar cliënten toe, naar medewerkers onderling toe. En als ieder individueel het verschil kan maken, dan kunnen wij als organisatie samen het verschil maken. En als we samen het verschil kunnen maken, dan kunnen we samen met vertrouwen op weg van nu naar later. Mooi.